Zo, goedemorgen. Ik heb mijn zonnehoed alweer opgezet. Het is vandaag internationale dag tegen woestijnvorming en droogte. Ja, maar als al die woestijnen verdwijnen, hoe zien ze er dan uit? Laten we eens een woestijn tekenen met cactus en zo. Doe je mee? Ja, gisteren was een best wel lastige, die city marketing. Maar wat teken je daar nou bij? Vandaag hebben we het wat makkelijker. Vandaag is de dag tegen de woestijndroogte. Maar laten we nou eens een woestijn tekenen. Wat is nou typisch een woestijn? Nou ja, ik denk bij een woestijn gelijk aan... inderdaad, een cactus. Nou, dit is een... ik vind dit een mooie cactus... Nog wat stenen zo bij. En zo, dit zijn de prikkels van de cactus. Dan kan je dat zo met puntjes doen. Maar je kan natuurlijk ook echt stekels tekenen. Kijk, die stekels die doe ik dan hier aan de buitenkant. Ik vind het best een aardige cactus. Ja, een woestijn, wat heb je nog meer in de woestijn? Je hebt natuurlijk niet zo heel veel verder in de woestijn. Ja, bergen zand zijn er. Heel veel bergen met zand. Kijk, en in de verte kan je natuurlijk ook een cactus tekenen. Dat is wat eenvoudiger. Hier ook nog eentje weg, zo. Heb je al een aardig idee zo van een woestijn. We gaan nog even andere cactus tekenen. Ik ga het eens proberen met helemaal met stekeltjes. Even zo. Een beetje dezelfde vorm als net. En dan gaan we eens gewoon zo de stekels doen. Kijken of dit een betere cactus is dan die van net. Ik denk het wel. Ik denk dat het nu duidelijker is, die stekels. Dan stipjes. Ik denk dat je nu echt het idee hebt van, nou die moet ik niet proberen vast te pakken. Want dat voelt niet fijn aan, denk ik. We kunnen hier natuurlijk nog even zo een ook typisch voor een woestijn zo'n hagedis tekenen. Zo. Die daar door de woestijn kruipt. De zon. Zo, nou ik vind dat we zo'n best een aardig woestijnlandschap hebben getekend. En dat kan natuurlijk ook nog een beetje echt die desert idee. Hier nog zo'n geraamte van zo'n koe tekenen. Zo'n longhorn, weet ik veel.
dan is het echt wel een echt een woestijn, hè? Nog wat stukjes rib zo. Half in het zand. Zo. Ja. Probeer zelf ook eens wat te tekenen met de woestijn. En zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen!